Dit is Strijp S, een plek die me enorm inspireert. Een oud bedrijventerrein van Philips, waar ooit de toekomst werd uitgevonden. Hier iets verderop, in de laboratoria van Philips, vonden ze de cd-speler uit, allerlei elektronica. En hier kwam ook de eerste live televisie-uitzending in kleur vandaan. En het is, voor mij persoonlijk, ook een hele bijzondere plek. Omdat mijn opa en oma elkaar daar, in dat laboratorium, voor het eerst ontmoeten. Tegenwoordig is Strijp S een plek waar de stad Eindhoven opnieuw tot bloei komt. Het bruist hier, kleine ondernemers zitten hier, creatieve ontwerpers zitten hier. Er ontstaat een nieuwe stad. Die laboratoria bestaan nog steeds. Van Philips, van ASML en van heel veel kleine bedrijfjes. Ze zitten op de high-tech campus, aan de rand van de stad. En ze hebben gemaakt dat deze regio, Zuidoost-Brabant, in tegenstelling tot de rest van Nederland gewoon door bleef groeien. De economie hier groeide zelfs 3 keer zo hard als de rest van Nederland het afgelopen jaar. En is nu de 2e economie van het land. Groter al dan Rotterdam-Rijnmond. En dat laat zien wat er kan in dit land. Dat we best uit de crisis kunnen komen als we er maar samen de schouders onder zetten. Wat hier gebeurt, is dat ze kennis delen met elkaar. Dat ze hun onderzoeken niet alleen maar voor zichzelf houden. Maar dat bedrijven onderling ideeën en uitvindingen uitwisselen, elkaar patenten uitlenen en zeggen ga maar door met ontwikkelen. Dat er weer genoeg technici zijn die iets kunnen maken in Nederland. Er valt nog een hoop te doen in dit land. Maar als je goed kijkt naar wat er in de regio Eindhoven gebeurt, dan weet je wat er in Nederland nodig is. We gaan Nederland niet alleen socialer maken, maar ook een stuk sterker.